welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vijf augurken. Meer moet ik eigenlijk niet zeggen. Om vijf augurken op te stellen, gaan we gewoon het doosje open doen. Spelregels aan de kant gooien. De kaarten eruit nemen. En deze augurken. De kaarten worden geschuffeld zoals gewoonlijk. De augurken die kan je als een voorraad op tafel leggen. We geven iedere speler 7 kaarten om de eerste ronde te beginnen. En we kunnen van start gaan. De overige kaarten die gaan even aan de kant totdat de volgende ronde begint. Laten we eens even kijken hoe zo'n ronde in zijn werk gaat. Te beginnen met de jongste speler, de eerste ronde, daar gaan we allemaal een kaart spelen. Laten we ervan uitgaan dat de minion hier de jongste is. En hij speelt bijvoorbeeld een 12. Het gaat tot 15. En je moet de komkommers, de augurken die hierop staan, je mag die negeren. Dus de volgende in de kring die speelt dan ook een kaart en die heeft keuze uit 2. Stel dat wij dat zijn en we hebben deze kaarten, ik ga ze even laten zien. Dan mogen we ofwel een kaart spelen die even hoog of hoger is. Dus ik kan mijn 12 spelen, dat is de enige optie die ik heb. Ofwel, als we dat niet doen, moeten we onze laagste kaart die we hebben spelen. Laat ik mijn 1 nu spelen. Ik mag dus geen enkele kaart ertussenin spelen. Het is ofwel eentje die even hoog is of hoger, ofwel de laagste kaart die ik heb. De volgende speelt dan bijvoorbeeld een 15. Dat is nog hoger dan 12, dus dat is oké. En die daarna, ja, die kan ofwel een 15 spelen, want dat is het hoogste of wat er is. Ofwel zijn laagste kaart, dus speelt zijn laagste kaart. Hij wint de slag, dat is oké. Maar het doet er niet toe wie de slag wint. Het doet er enkel toe wie de laatste slag wint. Je wil de laatste slag niet halen, want dan verlies je het spel. Hij mag nu uitkomen. Ik kan eender welk getal spelen, dat is het voordeel als je uitkomt. Laat ons zeggen dat hij nu opnieuw een 15 speelt. Oh, hij had er 2. Dan gaat de volgende speler zeggen, ja, oké, dan moet ik weer mijn laagste spelen. En in dat geval is dat een 9. Ja, ik moet een 3 spelen, want ik heb ook geen 15. Oh, wel, ik heb wel een 15. Oké. En de 2. Als de verschillende kaarten even hoog zijn, dan gaan we kijken naar degene die als laatste die kaart heeft gespeeld. Dus de minion is terug aan slag. Dus hij krijgt deze slag, doet er opnieuw niet toe, maar hij mag wel beginnen. Dat is het voordeel dat je dan hebt. En zo blijft dat verder gaan totdat we bij de laatste slag komen. Laat ik het even simuleren. Oké, we zijn bij de voorlaatste slag. Hij haalt opnieuw de slag binnen. En nu is het gewoon een kwestie van de laatste slag. Hij heeft een 12, dat is vrij hoog. Hij heeft een 11. Een 7 hebben wij. En hij heeft een 5. Dus de laatste slag is voor hem. Het probleem is nu, hoeveel augurken moet hij nemen? Wel, het aantal dat op zijn eigen kaart staat bij de laatste slag. Het zijn er 1, 2, 3, 4. Het spel heet 5 augurken. Dus dat wil zeggen dat we nog een ronde moeten spelen. Het kan zijn dat iemand anders dan bijvoorbeeld 2 augurken haalt. En dan nog iemand anders 3 augurken. En dan zal misschien nog iemand van deze verliezers opnieuw verliezen. En dan is het spel waarschijnlijk gedaan. Dus kan bijvoorbeeld dat hij er nog 2 bij neemt. Het kan ook gebeuren, hoewel zo uitzonderlijk dat ik het nog nooit heb meegemaakt, dat in de laatste slag ook een 1, de nummer 1 kaart wordt gespeeld. Dan zou hij dubbel zoveel augurken moeten nemen. Dus in dat geval zou hij meteen verloren hebben. Maar als dat niet het geval is, dan spelen we dus verder totdat iemand 5 of meer augurken heeft. Dat is de verliezer van het spel. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren of te liken als je dat nog niet hebt gedaan, want daar help je me heel goed mee vooruit. En moest je nog vragen hebben, je kan ze altijd stellen hier beneden in de commentaren. En dan zal ik zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Tadaa!